Gerard. Gerard, wat is dit nou? Ja, wat is dit? Ik denk, je hebt een huis gekocht. Gerard, hallo? Oh, Gerard, gaat het met je? Ja, maar je deed de deur dicht. Oh, oh, oh. Ah. Dat teken weg niet. Kunnen we niet die winkel hiernaast doen? Leuk. Oh ja, even kijken of we gaan plukken. Ja, ga ik doen. Eerst even helpen die opdoen. Jij hebt al gewoon helemaal een outfit aan. Ziet er niet uit. Ja, meneer, het geld in de zak. Gerard, we zijn begonnen. Oh, oh, we gaan, gaan. Krep. Ik wilde sturen, maar het lukte me gewoon niet, want... Ik weet niet waarom. Ik wil gewoon naar links sturen, maar dat ging niet. Maar ik heb een crossmotor, dus dit kan gelukkig. We kunnen omkeren zelfs. Gerard is er daar vandoor. Het is net niet gelukt, jongens. Wat stom. Wat zonde dit. Oh, kijk, daar heb je ze. Kut, ze zijn er nog. Shit. Oh, mijn wiel. Ja, daar gaat hij. Mijn wiel. Ik moet opa Gerard bellen. Daarom kon ik niet naar links sturen. Ze hadden mijn wiel kapot geschoten. Ah, ik snapte het al niet. In oproep. Daar gaan we. Gerard! Ben je gepakt? Nee, maar ze schoten mijn wiel. Dus ik moest afstappen. Ik zit nu in de bosjes verstopt. Daar bij die winkel in de buurt. Uh-oh. Maar wel in de bergen. Hebben ze je door? Nee, ik denk het niet. Ze hadden mijn wiel kapot geschoten. Dus ik kon niet meer goed naar links. Als ik jou praat, met jou praat. Nee, maar ik ben nou echt ver van ze, zeg maar. Ik ren zelfs even nog wat verder. Kan je mij. Ik loop wel een beetje richting die haven. En dan kan je daar me misschien oppikken, oké? Ja. Maar die haven? Spreken we dat af? Oké, prima. Hang jij op, want dan kan ik doorrennen. Ja, is goed. Joejoe. Oh, jongens. De overval is niet gelukt. Het is net niet gelukt. Dat is echt jammer. We zijn betrapt door de politie, helaas. Maar ik ga even kijken waar die haven is. Ik heb hier met Gerard afgesproken nu. Bij deze haven. En dan gaan we kijken wat we kunnen regelen. Er zijn 6 agenten aanwezig. Ze waren net... We hadden nog 100 seconden en toen waren ze er. Wat vreselijk. Dat duurde echt te lang. We hadden echt een winkel verder moeten kiezen. Want dit werd hem gewoon niet. Zo lang wachten. We hadden toch die winkel helemaal het noorden moeten kiezen. Mijn motor moest ik helaas achterlaten, want mijn wiel was kapot. Daar heb ik met Gerard afgesproken. Dat is de locatie. Gaan wij voorzichtig dat we niet vallen. Dit is wel een mooi pad waar we kunnen lopen. Hey, heb je hem? Hoi. Hey, we kunnen. Ik heb mijn motor helaas achter moeten laten. Waar gaan we heen? Gaan hier naar links? Dat is het verstandigste, ja. Ja. Kut, we hadden het net niet gehaald. Helaas. Stomme winkel. Die moeten we niet meer doen. Nee, die winkel die is niet is gewoon kutwinkel. Maar hoe lang moest je nog? 100 seconden of zo. En toen waren ze er al. Joh, dat duurde veel te lang. Oh, maar je laat maar weer struikelen. Waarom val je altijd? Je hebt een bootje haken. Nee, ik doe geen bootje haken. Oh, wat? Nu heb ik die helm ineens weer op. Dat deed je al wel. Jij deed bootje haken bij mij. Ik deed geen bootje haken. Kom, we gaan. Jawel. Nee, Gerard. Rij jij gewoon? Ja. Oké. Dan moet je wel opstappen. Oh, ja, dat weet ik dan niet. Oké, waar gaan we heen? Weet je maar, heb je het gehoord van het nieuws? Nee. Je kan waarschijnlijk binnenkort aan je huizen inbreken. Echt? Ja. Ja, ik kon ook al net bij jou inbreken, zag ik. Maar ik dacht, ik doe het maar niet. Echt? Ja. Zullen we het proberen bij je huis? YOLO. We gaan naar je huis. Dan gaan we bij jou inbreken. Moeten we naar die krottenwijk van Gerard? Volgens mij is hier, dit is Gerard's huis. Zo. Oké, gaan we naar de krottenwijk van Gerard? En gaan we proberen in te breken bij zijn eigen huis. Oh, Gerard. Gerard, wat doe je? Ja, nee, man, je let er niet op. Jij rijdt aan de verkeerde kant van de weg. Ik had gehoord, je bent echt dik. Hoezo? Nou, dan gaan we traag zeggen, allemaal mag iets. Ik doe mijn best, oké? Ik ben aan het afvallen. Oké, dan is het goed. Ik zeg ook niet dat ik het denk, dat ik het heel erg vind. Je zegt, Jezus, wat ben je dik. En dan vervolgens klaag je dat... Dat maak jij ervan. Dat maak ik ervan? Ja. Hé, we gaan inbreken juist, zeg Gerard, we zijn er. Kijk of ik wat leuks bij me heb. Ja, ik ben benieuwd wat jij mooi juist hebt liggen wat ik kan pakken. Hé, wie is dit nou weer? Hey, ja, nou die gaat eraan. Wie is nou? Oh nee. Oh jee. Ja meneer, dat gaan we even niet doen. Ja, je mist Gerard. Hey, staan blijven. Gerard is nooit snel genoeg om hem te pakken. Oh mijn god, Gerard. Ga je heen? En tussentijd breek ik lekker in Gerards huis, weet je? Inbreken. Inbreken terwijl het overdag is niet zo handig. Probeer het later opnieuw. Leuk. Gerard. Ik heb een buurman. Je hebt een buurman, wat nice. Ja, maar we kunnen overdag niet inbreken, hè? Oh, hallo, huh? Meneer. Kom. Is op slot. Hallo? Meneer? Hallo? Je mag even naar mijn huis gaan. Is het jouw huis? Ja. Oh, sorry. Ja, de deur stond open. Hij was boos op me. Maar wie is dat dan? Ja, geen idee. Ik dacht dat het Dani was, dat ik hem kende, maar dit is zijn huis. Wat een lelijk huis. Ja, niet zo heel mooi, maar hij heeft de deur opengelaten. Ik ga het even tegen hem zeggen, als vriendelijke meneer. Nee, ik kan er niet doorheen. Meneer, uw deur staat nog open. Ik ben een vriendelijke man om het even te melden, dat uw deur nog open staat. Wat een gemeene buurman heb jij, hé? Mijn auto.
Parkeren bij mijn huis is hij van mij. Stelen zijn auto gewoon. Het is een gemene man. Gerard, als je hem hier zet, zal hij hem nooit vinden. Hey, volgens mij heeft hij door dat je auto, dat je zijn auto hebt gepakt. Zo maak je geen vrienden met je buren, hè, Gerard. Nou, hij wil ook niet bij mij vrienden maken. Ja, was inderdaad ook niet zo heel vriendelijk tegen Gerard. Wat een huis heeft hij. Wat een krot is dat, zeg. Jezus. Mag ik een keer proberen? Wat een krot. Ja, hij staat buiten de deur. Je kan even jezelf voorstellen, zeggen dat je zijn buurman bent. Dat is misschien wel leuk. Hij gaat zichzelf even voorstellen. Hij wilde zich alleen even voorstellen. We doen er niks gemeens mee. Ja, maar ik hoef geen kennis te maken met u. Meneer, hoe heet u? Mag ik uw naam weten? Samael. Anders komt hij binnenkort een keer een bakje koffie bij mij doen. Dan mag ik u vragen waarom u alle ramen heeft dichtgetimmerd. Vanwege een storm die op komst is. Een storm. Gerard, kom, het komt een storm, we moeten gaan. Wat een gemene buurman heb jij, hè? Ja, volgende keer gaat hij eraan. Volgende keer gaat hij eraan. Dat vind ik wel een goeie. Oh, hij klimt zijn dak op. Wat doet hij nou? Wat een gek. Zullen we de politie bellen dat het een inbreker is? Ja, kom, we bellen en denken dat gaan we eens doen. Nee, maar trouwens, ik mag niet gezien worden door de politie, dus... Boeien. Hij is aan het timmeren op zijn huis, zie je? Kom, bel maar even de politie. Ja, klimt nu het dak weer af. Ik ben benieuwd wat hij allemaal gaat doen, joh. Ik heb politie gebeld. Kijk, wat gaat hij daar doen? Hij is allemaal verdachte dingen. Is het überhaupt als zijn huis? Nu klimt hij via het balkon. Ik hoop dat de politie eraan komt. Wat heb je gestuurd naar ze? Nou, mijn buurmans huis wordt momenteel ingebroken. Goed open, Gerard, ruispoed uit de tuinwissjes en dingers. Letterlijk, dat is wat je zei. Ja, zoiets. Oké. Top. Hij zet hem neer. Gerard zet zijn auto neer daar. Bij die mans tuin. Goed zo. Kijk, helemaal top. Dat is zijn auto en die auto is waarschijnlijk gestolen. Oh, Gerard, waarom struikel je nou? Ja, nou, dat is een randje. Ik zou dat... Oh, mijn god. Je moet ook je stok pakken, joh. Zonder je stok struikel je alleen maar. Hij gaat er vandoor, Gerard. Hij gaat er vandoor. Wacht. Daar blijf jij, idioot. Hé, joh, Gerard, doe eens normaal. Oh, sorry. Je slaat gewoon zijn raam in. Gerard, wat heb je nou gedaan? Oh, meneer, het spijt me. Het spijt me voor wat die man heeft gedaan. Mooie jas, trouwens. Dank u wel. U ook. Ja, mooie broek, trouwens. Mooie handschoen ook. Hé, wat ga je doen? Het is een oude man. Ik wil me ook niks aan doen. Nee, maar praat maar tegen mij, joh. Want ik denk dat ik veel beter kan regelen nu hier wat die man is oud. Ik wil hem gewoon zeggen dat het niet uitmaakt. Oh, nou Gerard, het maakt niet uit. Hij heeft waarschijnlijk ook gevochten voor onze vrijheid, dus het kan gebeuren. Ja, hij heeft inderdaad gevochten voor de vrijheid, inderdaad. En dat waardeer ik. Maar mag ik nog steeds vragen wat hij aan het doen was op je dak? We hebben zo'n schoorsteen aan het maken. Je was je schoorsteen aan het maken. Maar je was ook andere dingen aan het timmeren. Want Sinterklaas moet er wel doorheen kunnen, hè. Oh, oké. Nee, duidelijk. Sinterklaas dik of zo. Kunnen we niet toevallig stiekem... Ik ga even kijken of hij de deur echt niet open heeft laten staan. En wat is dit dan, dit huis van hem? Ik ben binnen. Oh, ik zie het. Hoe heb je dat gedaan? Bij mij is de deur ja, nou, het is net bij jou dus ook. Oeh, oh, Gerard, kijk even wat er allemaal binnen is. Je bent ingebroken. Goed zo. Oh, snap, go. Ga even kijken wat binnen is. Wat kan je vinden? Oh, Gerard is ingebroken. Ik ga kijken of ik hem kan helpen. Ik weet dat ik hier over dit puntje, zo, 100%. Ja, kijk, dan kan ik op het dak klimmen. Gerard, hoor je me? Ja, ik hoor je. Ik ben op het balkon geklommen, wacht. Ik heb iets heel vies gevonden. Wat heb je gevonden? Een hele wietplantage. Echt? Ja. Een wietplantage. Zit de politie bellen? Weet je zeker dat het een wietplantage is? Dat weet ik niet, daar zijn allemaal drugs. Bel de politie. Ja, liggen hier geweren. Oké, top, bel het. Ik kom maar naar buiten. Ja, is goed. Je hebt bel de politie, dat ja, we drugsplantage gevonden, wietplantage, weet ik veel wat. Was het veel? Ja, zou ik foto's maken? Ja, maak foto's. Goeie, stuur ze naar me door. Ja. Ik wil mijn vingerafdrukken niet op het bewijs hebben en zo. Dat hier, dat ik er iets mee te maken heb. Want ik word al helemaal gezocht en zo. Ik heb geen zin om dit helemaal te, om hier zelf naar binnen te gaan. En dan overal bewijs te laten zien dat ik hier ben geweest. Dus Gerard doet het maar. Gerard is een oude man, dus het was niet zo erg. Nu wachten we even op de politie. Ik ga ook al een belletje plegen. 112, daar gaan we. Politie. Wietplantage gevonden. Volgens mij ook wapens. Kom snel. Ik heb ze naar je toegezien via de e-mail. Oké, jongens, Gerard's foto. Nee. Dit is een van de foto's die hij heeft. Dus inderdaad, wiet, weet ik veel wat het is, drugs. Een wapen, een baseballbed, een weegschaaltje. Dus hier wordt 100% drugs gemaakt. Ik weet niet of het wiet is, geen idee. Maar dit gaan we aan de politie vertellen. Dit gaan we lekker snietje. Heb je het gezien? Ik heb het gezien, ik heb je foto's bekeken. Ja. Ja, dat moet, dat is niet goed. Dat is niet de bedoeling. Nee, helemaal niet naast me. Vind ik helemaal niet fijn. En je woont ernaast inderdaad. Naast een oude manse huis. Dat kan toch niet? Waarschijnlijk wilde hij dus zijn schoorsteen helemaal niet maken. Hij wilde het gewoon minder verdacht laten lijken. Dat vind ik al. Ja, nee, dat snap ik het nu ook. Dat snap ik ook. Met de schoorsteen waarschijnlijk dichtgemaakt dat er ook geen rook naar boven kan. Dat het gaat stinken. Dat snap ik inderdaad. Nee, oké, maar goed dat jij nog naar binnen kon kruipen dan. Daar zijn ze. Ja, eindelijk. Ik zat net chips in mijn mond. Goeiedag. Drie te plaatsen. Goeiedag. Ja, nou kijk eens. Kijk, hier woon naast woning. In die caravan.
U woont in die... Dat is wel een verschrikkelijk lelijk. Ja, meneer, ik zei het al. Nou, waarom woon je daar? Nee, agent, komt u maar mee? Nou, zeg het eens. Het zit hierboven. Gerard heeft foto's gemaakt. Ik wil graag niet naar binnen, want het stinkt verschrikkelijk. Okay, nee, wacht, ik ga het vertellen. Hoe heet je gaat het vertellen. Nou, even wachten hoor, ik ben... Ja, wacht maar op je collega. Huh? Ik weet niet of er mensen binnen zijn, ik denk het niet eerlijk gezegd. Oh, dat weet u niet. Nee, maar we weten wel een persoon, hij heeft een naam gegeven, hoe die heet, die hier waarschijnlijk bezig was. Ja, die was aan timmeren, alles aan dicht. Ja, we dachten dat het... Zal ik even een verhaal vertellen, eigenlijk voordat we het complete verhaal, dat dat misschien duidelijk is voor u. Ja, als u even wacht, ik krijg allemaal dingen in mijn oortje door. Ja, snap ik, ik wacht. Zeg maar wanneer het kan. Ja, dat tuig wil ik echt niet naast me hebben hoor. Nee, ik snap het, we vonden het al zo verdacht wat hij allemaal deed. En toen is Gerard op avontuur gegaan, maar ik zal het zo helemaal uitleggen. Als u even blijft staan, heren? Ja, zullen we doen. Goed. Kijk, hier heb je de volgende agent, hier. Kijk. Nou, wel goed van ons, hè, Gerard, dit. Dat we dit oprollen. High five. High five, dubbel high five. Yay! We zijn denk ik met elkaar aan het kletsen erover. Hij deed zijn kogelvrij vest al aan, maar ik denk dat hij die wel weer uit kan doen, want er is hier niemand. Ja, ik heb niemand gezien, ik breng hem naar boven gelopen. Zeg de badkamer. Nee, ik denk het ook niet. Goedendag. Goedenavond. Hey, jullie zeiden dat hier mogelijk een drugslab in zat, of? Ja, correct. Vertel je uit maar. Zal ik het hele complete verhaal vertellen? Ja, graag. Ik weet niet tot in hoeverre ik in de details mag gaan qua... Nou, geboorte hoef ik nog net niet te weten. Nee, oké, prima. Nou, Gerard en ik, althans ik ging naar Gerard hier toe, want hij heeft een nieuwe huis. Echt prachtig. Dus wij gingen op bezoek. En vervolgens zien wij hier iemand naar binnen lopen. Dus ik zeg, hey Gerard, heb je een buurman? Dus wij vervolgens erheen lopen, leuk. En toen, nou, een beetje boze reactie dat we eigenlijk niet op zijn trein mochten komen. Nou, we respecteerden dat, wij gaan weg. Ja. Vervolgens staan we weer terug bij Gerard's trein. Dan zien we op het dak klimmen. Gaat hij timmeren aan zijn schoorsteen. Aan zijn planken dicht timmeren tegen de ramen. En dan denken, wat is dit nou weer allemaal, weet je? Ja. Dus wij toch als goede burgers even toch spieken wat er gaande is. Gerard kon naar binnen glippen en die heeft foto's gemaakt van wat wij denken drugslab te lachen. Zelfs een wapen heb jij gezien, een Uzi heb je gezien toch? Een Uzi en een normaal pistool, drugs heeft hij gezien. Ja, ik hoor jullie hoor, maar praat maar. En verder, volgens mij is er nu niemand, maar er was een andere persoon, die heette Samuel, zei hij. Dat is die man die zeg maar op het dak stond te timmeren de hele tijd. Ja. Okay. En die is later weggegaan en toen zijn wij verder gaan kijken. Oké, gaan we even kijken. Gaan maar de deur zit wel op slot hoor. Dus, ja, als jullie blijven staan dan... Ja, wij wachten. Oké, ze gaan even kijken. De deur zit op slot. Ik ben benieuwd of ze die open krijgen. Oh, wat zijn we toch goed jongen. We zijn echt goed bezig hè. Die deuren, krijgen zij die open? Die zitten gewoon op slot. Ik denk niet dat ze die open krijgen hoor, 1, 2, 3. Nou, ik vind het leuk wat we doen. Ja, echt hè. Ik ben trots op je Gerard, we doen een keertje iets goeds. Het is weer een goed avontuur dit. Ik ben echt trots op je gewoon. Dankjewel, high five. High five, dan gaan we weer. Hey! En plop! Oh, je moet al de high five geven. Schoorsteen, het is een dichte schoorsteen. Kijk, daar dacht ik al. Ja, daarom had hij hem dichtgetimmerd inderdaad. Dat was hij aan het doen. Hij was aan het timmeren bij die schoorsteen vanmiddag. Ja, dus ik denk meer dan getimmerd. Ja? Dat is echt... Helemaal dichtgepropt zeker. Nou, dit is echt een één blok beton eigenlijk. Maar ik heb foto's gemaakt met mijn mobieltje, moet jullie die zien? Ja, die mag je wel doorsturen. Die heeft Gerard inderdaad. Maar heb je een beetje door de plankjes kunnen kijken? Ja, een klein beetje, maar er was niemand thuis. Nee, oké. Okay. Dus het is natuurlijk lastig te zien en ik ga niet iemand huis lopen. Nee, dat snap ik. Aan de ene kant, we konden wel gaan invallen, alleen er is geen levensbedreigde situatie. En nee, dan zou ik een huiszoekersbevel van een OVJ nodig hebben. Dat snap ik. Dus hoe gaan jullie dit regelen? Als jullie de foto's helemaal hebben ook? Ja, als ik de foto's heb, stuur ik ze door richting het Francis team. En die en de recherche. En die gaan kijken hoe ze dit gaan oplossen. Nou, het is niet echt een goede buurt, denk ik. Nee. Gerard, hoe duur was die caravan? Het ga je niet geloven. Hoeveel? 75.000 plus 9 euro. Voor die caravan, hè? 75.000 euro heeft hij daarvoor betaald. Zijn nou echt plus 9 administratiekosten? Dat ding is hartstikke verroest, man. Ja, ik snap ook niet waarom je dat gedaan heeft. Mag je er een keertje tegenaan trappen? Ja, dat wilde ik net voorstellen. Nou, kom maar mee. Tegenaan trappen? Ja, straks valt hij uit elkaar. Jullie willen tegen de caravan. Nee, meneer, we gaan onderzoek naar oplichting, mocht hij opgelicht zijn. Oh. Ja, dan kunnen we dat ook doorgeven aan de recherche. Ja, het is een beetje een rare buurtje. Ik zou niet echt een huis kopen als ik in ieder geval zie. Is het belangrijk om te melden hoe de man eruit zag? Dat is ook wel belangrijk. Ik heb het heel goed herinnerd. Dat komt omdat hij een beetje hetzelfde droeg als ik. Hij had exact dezelfde jas aan als ik. Hij had dus zo'n lange zwarte jas. Hij had een zwarte nette broek, dus ook zoals ik. En een baard? Geen baard, ik was het niet. Nee, daar wil ik niet heen werken. Hij had wel nette schoenen aan. Hij had een stropdas om. Hij had gewoon geschoren, net zoals jullie allemaal eigenlijk. Jij hebt een snorretje of een sikje, volgens mij. Een baardje. Een baardje, inderdaad. Een baardje, dat zei heel
vol met hoop. Je weet niet hoe lang dat geduurd heeft voordat het baardje er was, hoor. Dat is zijn best over gedaan. En hij vervolgens kort, bruin, oranje-achtig, een beetje kastanje haar heeft. Wat er gewoon plat zit. Als een bloempotkapsel, maar dan nog korter. Schud ik de hand? Ja, dankjewel. Dankjewel voor de komst. Het elleboog gaat tegenwoordig. Oh ja, kom maar hier zo. Hey, we hebben hier nog geen gevallen, hè? We hebben hier nog geen gevallen. Hé, wat zijn wij goede burgers, hè? Ja, joh. Wat zijn wij goede burgers? Hete daadje dit. Ik ben benieuwd, we mogen het niet tegen samen over vertellen, anders krijgen we een probleem, want ik denk dat er veel meer mensen achter zitten dan alleen hij. Ja, straks zit je in mijn huis in de fik. Ja, dat dus. Kom, kan je me afzetten bij het Blokkenpark? Nou, dan zijn we bij het Blokkenpark, zet me maar gewoon bij de garage af, dat vind ik wel prima. Oh. Snelle man hier. Snelle man over de weg ineens. Oké, jongens, dat is het einde dan weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Doe een duimpje omhoog. En dan spreken we elkaar de volgende keer weer. Like even de video, 2000 likes. Tot de volgende keer. Doei!